Ghost of Jotai. Worden jullie daar enthousiast van? Nou ja, ik, ik, moet, eh, ik moet eerlijk gezegd die eerste nog spelen. Die staat in mijn backlog. Altijd, yeah. uh, al een tijdje. Uh, maar dit ziet er wel gruwelijk uit. Het wordt natuurlijk exclusief uh, gemaakt voor de PlayStation 5. Dus ze kunnen ook de volledige kracht. Voor de Ja, ze kunnen ook de volledige krachten ja, kracht voor gebruiken. En als je uh, nou naar die game zit te kijken, prachtig. weet je, alles beweegt en al die die blaadjes, man. die particles. Het is insane. Die shot achter die chick, dat die berg. Ik weet niet of het Mount Fuji is, maar waarschijnlijk dat is uh, niet. Nee, het Jota Mount. is Mount Jota. Is. Mount, Jota is dat? Mount Jota. Dat is ja. veel logischer inderdaad. Maar die yeah. shot en met die shot met die paarden. Ik vind het. Ik zeg twee dingen. Ik ben dus A, en dit is heel vreemd, want ik ben een super grote weep. Ik hou van Assassin's Creed. Deze. Ja. 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 En Ghost of Tsushima trok mij niet op een, zeg maar, uh, daar voelde ik te weinig bij. Mm -hmm. Dat vind ik gek, want op papier is dat... De, ik, ga, ik ga hem nog ook een, even een goede tweede kans geven, maar op papier yes. had ik die game toen ik we speelde veel vetter moeten vinden, want alles eraan, en die haikus en die wind en die opening, jongen, en, en, en de, ook de gameplay, en echt letterlijk alles eraan, schreeuwt Simon Zeilemans. En ik speelde de game en ik dacht, ah, ik voel hier niet zoveel bij. Ja, dus... Het was te herhalend, man. Dat, ik heb hem tien uur gespeeld en toen kwam er weer een andere open wereld game of zo. En toen heb ik hem links laten liggen. Ik wil hem ook afmaken, maar ik vond... Ja, de, de, de wereld zag er heel levendig uit. Maar inhoudelijk vond ik het toch een beetje tegenvallen. En dan uh, qua, qua missie types was het ook uh, een beetje... Recht toe, recht aan. Ja, een beetje dat gevoel. Dus... Ik, ik snap wat je bedoelt. Ik vond hem stilistisch heel vet. En de combat was heel vet. Maar alles eromheen. Echt als open wereld game was hij niet zo goed als, um, als dat, dat een samurai game is. En ik hoop dat ze nu met uh, Ghost of Yotai dat ja, beter weten te doen. En ja. de kracht van de PS5 zou daar vast bij helpen. Maar ik heb geen idee hoe dit gebied in elkaar zit. Zeg maar. Of daar grotere steden zijn of interessantere... Het is al honderden jaren later. Ja, meer dus dat... dan 300 jaar ja. later. 600... 1603. Oh, mijn favoriet, gespeeld ja. door... Uh, beste <laughs> jaar ooit. Um, Atsu heet ze volgens mij. Is er, ik ben even de naam kwijt. Atsu. Volgens mij het hoofdpersonaat. Ja, In ieder geval... Um, ja, zag er gruwelijk uit. En ja. best wel een verrassing. Ik... Wat, wat ik... Extra lijp vindt eraan. Uh, ik, bedoel, ik moet zeggen dat Iki Island trouwens... dat vond ik dan wel op een of andere manier... het was een soort uitbreiding van Ghost. En dat dacht ik... oh, hier klikt wel iets... wat in de originele game van mij dus niet oh, klikte. Ja, dat is waar, die kreeg nog uitbreiding. Dat was misschien een soort van... De, de, om, om de actie iets gecentreerder te houden. Maar de western vibes in deze trailer... Ja, de muziek ook. Daar ga ik... Het is ook heel erg... omdat ze, dat vind ik heel tof... ze hebben dat vrouwelijke hoofdpersonage... en dan denk je natuurlijk meteen... als je een klein beetje de goede shit kijkt op Netflix... denk je Blue-Eyed Samurai... Het yeah. heeft ook zo'n mega badass uh, uh, Samurai. Um, alleen, het is echt... Het, uh, en, en westerns zijn uh, ge, 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 geïnspireerd door Samurai-verhalen, zeg maar. Yeah. Door die oude... Die, hoe heet die race? Ik weet het ook nog niet. Dus het is een beetje full circle. Maar de, de muziek die je hoort, die paarden die dan zo rennen... Ook dat... dat, dat ja, ik weet niet, man. Ik dacht is, even, oh, Red Dead? Het is absoluut uh, Red Yotai. Wat dat betreft. Ja? Nee, uh, heel lijp. En ondanks dat ik niet de grootste fan ben van Tsushima, uh, ja, is hij toch wel, staat uh, de hype meter wel weer uh, ja, op man. 100 natuurlijk. En je hebt een wolvenvriend. Dat houdt ik altijd van. Altijd goed.